vandaag voor jullie een video over mijn opgemaakte producten en of ik ze wel of niet zou terugkopen. Er zijn bepaalde dingen waarvan ik zal zeggen van yes, terugkopen, absoluut. Maar dat ik toch niet effectief ga terugkopen, aangezien ik nog genoeg andere producten heb. Maar in elk geval, laten we maar meteen aan beginnen. Het eerste dat ik vastneem is mijn absoluut favoriet en die ga ik ook effectief echt terugkopen. Dat is niet van ja, maar ik heb er nog een andere liggen, want het is echt mijn favoriet, absoluut favoriet. Dat is een Bioderma dagcrème en die ook als make-up primer werkt, als make-up basis werkt en mijn make-up goed doet blijven. Het heeft een pompje, wat ik dus ook al heel hygiënisch vind, wat ik dus ook al een enorm pluspunt vind, aangezien dat dat elke dag gebruikt wordt. Als er dan een pompje aan zit, dat is handig, want dat werkt hygiënisch, aangezien je het dan gewoon op je hand of op je vingers zo kan pompen. En er niet moet aanzitten. Als primer zelf, dus als basis van de make-up zelf, werkt dat ook geweldig. En dat is gewoon echt beste dagcrème ever. Dan heb ik twee nagellakjes van Sephora, alle twee. Dus zo'n baby licht neutraal rooskleurtje en een kersenframboze roosrood. Ga ik deze twee productjes terugkopen? Nee, waarschijnlijk niet. Omdat, ten eerste, we hebben geen Sephora in België. In Nederland is die ook al niet meer. Dan zou ik al naar Frankrijk of zo moeten. Dus moest ik op reis zijn en ik zie nog eens Sephora nagellakjes die bijvoorbeeld in de aanbieding zijn, dan kan het zijn dat ik die wel meeneem. Maar specifiek terug naar Sephora gaan zoeken voor de nagellak? Nee, absoluut niet. Het is goede nagellak, maar nu niet speciaal om ervoor naar het buitenland te gaan. Dan heb ik nog twee mascara's. Deze van Essence, dat is al de tweede of de derde in ieder geval dat ik heb. Dus ga ik het terugkopen. Yes. Waarom? Hij is heel goedkoop. En eigenlijk relatief goed. Ik moet wel zeggen dat hoe langer dat je hem hebt, hoe meer dat hij dan uitdroogt. En dan ook naar de namiddag toe, als je bijvoorbeeld in de ochtend je mascara hebt aangebracht, dat je dan in de namiddag bijvoorbeeld begint zo af te brokkelen of zo, wat begint te jeuken omdat hij zo droog wordt. Dat is het enige nadeel, maar ja, dat is dan ook gewoon vaak het teken dat je hem dringend moet wegsmetten. Ga ik hem terugkopen? Yes, want prijskwaliteit is goed. Dan nog een mascara, deze Rocket Power Volume Express blablabla, van Maybelline. Ga ik hem terugkopen? Nee, het is geen fijn borsteltje en ik steek er heel gemakkelijk mee in je oog. Ik vind hem gewoon niet zo fijn. Dan nog een handproduct. Ja, eventjes degoutant. Dus voor degenen die hier niet tegen kunnen, sorry, maar dit, ik bijt en ik trek nogal. Ik heb dan ook hier, zie je, dat dat allemaal relatief litteken is. Omdat ik nogal, als ik stress heb, zelfs in mijn slaap soms, begin te bijten aan mijn, aan die velletjes of gewoon aan mijn, het vel rond mijn nagels. En ik weet dat dat echt vies is eigenlijk en dat ik dat echt mee zou moeten stoppen, maar dat is gewoon een beetje een, ja, een soort van tikken nerveus zal ik zeggen. Maar wat ik dan vaak doe is, en ja, dit wondje is ook gewoon aan het stoten, maar wat ik dus kan doen is, hij is zo goed als optie, maar ik kan hem nog gebruiken. Dus wat ik dan doe is bijvoorbeeld een wondje, of zo inderdaad, een wondje aan mijn vingers of aan mijn, maakt al niet uit waar, maar meestal toch wel als het een wondje aan mijn handen zijn, dan gebruik ik deze. Want het is een klovencrème, dus die werkt perfect tegen zo van die kleine, ambetante wondjes. En dat zorgt ervoor dat het helingsproces gewoon goed is en dat die huid zich sneller en mooi herstelt. Het is niet gewoon een cuticle cream zoals andere. Hij is echt heel vet. Het is echt een heel dikke crème. En hij werkt dan ook echt super goed. Hij is een uriage en ja, het is gewoon heel erg leuk. Kun je in de apotheker vinden. Dan heb ik nog eens een dagcrème en een bijhorende nachtcrème. Allebei van Olaz Essentials. De ene is een Double Action Regenerating Sensitive Night Cream. Deze is een fijne nachtcrème. Hij is absoluut niet super vettig. Als je hem elke dag gebruikt, dat je dan bijvoorbeeld op het einde van de week pukkeltjes hebt ofzo. Ik vind het absoluut een fijne crème. Soms gebruik ik hem zelfs als dagcrème. Als ik mij haast en het eerste dat ik zie liggen bijvoorbeeld, kan het zijn dat ik hem ook als dagcrème gebruik. Dan heb ik nog de Olaz Essentials Complete Sensitive dagcrème met een SPF van 15 in. En deze vind ik niet zo geweldig. Hij trekt wel snel in, maar aangezien ik zo'n droge huid heb, is het heel moeilijk om de grens te vinden tussen niet genoeg hydraterend en te hydraterend, waardoor ik dan weer puistjes krijg. En deze is nu net zo eentje dat niet genoeg hydrateert eigenlijk. Vandaar dat ik deze dus niet terug ga kopen. Dus nope. Dan nog een deodorant. Ik gebruik die bijna altijd. Ik gebruik ook bewust een roller. Omdat dat is gewoon beter voor het milieu. En uiteindelijk als er iets in je bus, in je spuitbus van je deodorant bijvoorbeeld, gestopt geraakt, ja, dan zit er nog een hele hoop product in je fles, in je flacon. En raakt ze er niet aan, want het is onmogelijk om dan nog je bus te gebruiken. En deze, ja, dat kan gewoon niet vastzitten. Dat kan niet verstopt geraken. Dus ik denk zelfs dat ze goedkoper zijn. En dat is dus de Dove. Invisible Dry, tested on 100 colors, 48 uur antitranspirant deodorant.
deo. We zweten allemaal. En ik vind het gewoon fijn om dan een deodorant te hebben die mijn kleren niet zal vuil maken of daar plekken op zal maken. En zacht is voor mijn huid en ondertussen, ja. Dus ga ik hem terugkopen? Yep, zeker weten. Als laatste, we zijn al aan het einde. Als laatste heb ik 2 potten met Body Shop Blueberry en Passion Fruit. Dus passievruchten en blauwe besjes. Body Butter. Ik heb heel snel geïrriteerde huid. En ik dacht vroeger dat ik hier uitslag aan kreeg, maar het blijkt dat dat eigenlijk niet waar is. Als ik nu een examenplek bijvoorbeeld heb op mijn benen of zo en ik doe er dan die crème over, dat gaat natuurlijk niet effectief verbetering geven, maar het gaat wel gewoon mijn huid hydrateren. Dus ik gebruik deze vooral als ik weinig last heb van mijn eczema. En indien ik effectief echt een eczema aanval heb, bij wijze van spreken, dan gebruik ik sowieso standaard crèmes van de apotheker. Maar als het relatief oké is met mijn huid, dan gebruik ik graag zo gewone crèmes, aangezien die dan niet zo duur zijn als die van de apotheker. En dan vind ik deze wel fijn. Ga ik ze terugkopen? Waarschijnlijk wel, maar alleen als ik terug eens binnen ga in een bodyshop. Want ik heb gewoon nooit echt zo het gevoel, als ik voorbij een bodyshop kom, dat ik van, oh, hier wil ik wel binnen gaan. De bodyshop trekt mij gewoon niet zo enorm aan. Moest ik nog eens in de bodyshop zijn, dan kan het zijn dat ik ze wel terugkoop. Ja, is ook volledig op, maar die raakt echt super straf naar passievrucht. En ondanks dat hij dus super straf is, irriteert hij mijn huid niet echt. Dus ik vind dat wel heel fijn. Voilà, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien welke producten ik volledig heb opgemaakt. En of ik ze zou terugkopen of niet. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.